Het is een Sovjetman. Uh, er is wel heel veel veranderd door de jaren heen. Want in 2001 was hij de eerste die Bush belde, volgens mij, toen 9-11 had plaatsgevonden. Zeker, zeker. Poetin is gestart met, met, laten we zeggen, een, een houding sympathiek ten opzichte van het Westen. En dat was toen al nadat uh, de NATO op zichzelf uitgebreid was naar Centraal- en Oost-Europa. Daar is hij uiteindelijk van teruggekomen. En dat heeft te maken met weer een andere factor. Die waarschijnlijk ook een rol gaat spelen op de middellange termijn, dat zijn gezag. Met name na 2014. In 2014 heeft hij in de tijd die de Krim bezet en die ongelooflijk lullige, klunzige republiekjes in, in het oosten van de Oekraïne eh, op, op touw gezet. En na dat moment, aanvankelijk deed hem dat heel veel goed en was hij enorm populair vanwege die Krim en zo. Maar uh, dat is in de tien jaar die daarop gevolgd zijn, is dat langzaam weggesteken. Met als gevolg eigenlijk dat zijn machtsbasis uh, in, in, wel aangetast is. En dat, ja, dan komen we aan een probleem wat ik ook wel ter sprake heb gebracht, maar wat op een of andere manier bij niemand enige indruk maakt. Namelijk dat die Russische economie dat, dat niet bij veel voorstelt. Hey, we hebben het nog eens gehoord: het is, hij is minder groot dan die van Spanje. Nou ja, dat geeft te denken zou ik zeggen. De Duitse economie is drie keer zo groot als de Russische economie. Dan heb je een beetje idee van verhoudingen. En de groei in de afgelopen tien jaar is minimaal geweest. De hele vitaliteit ontbreekt eigenlijk aan de Russische economie. En dat is natuurlijk dat, dat doet ook het hele draagvlak van zijn regime verschralen. Dus sinds die tijd, eigenlijk in de afgelopen decennium, heeft hij. Verder gekozen voor dat hypernationalisme. We worden bedreigd. Eh, het is schandelijk wat ze Rusland aandoen. Het maar waarom? arme Rusland. En waarom heeft ze dat gedaan? Wat lag daar aan ten grondslag? Het feit dat zijn steun natuurlijk geleidelijk aan wegsiepelde. En hij, hij moet in, zijn partij is buitengewoon impopulair. Maar ook uit opinieonderzoek in Rusland blijkt dat, dat het vertrouwen wat de Russen in hem hebben, en wat groot was zonder meer, dat dat aanzienlijk gesleten is in de afgelopen jaren. Ja. En het oprukken van de democratie naar het oosten? Nou, dat is natuurlijk een factor die hem enorm veel angst inboezemt. Die natuurlijk ook de voormalige Sovjet-Unie altijd enorm veel angst inboezemde. Het feit dat je kunt zien dat een democratie beter functioneert, niet waar dan een politiestaat. Want dat is wat Rusland is, dat is een politiestaat. Nou, Hij is ook steeds afhankelijker geworden van, laten we zeggen, dat politiestaatapparaat. He, dus dat hij als een opposanten of dood laat schieten op de drempel van hun appartement. Of hij stuurt ze naar de gevangenis. Of hij doet andere ja. verschrikkelijke dingen. Hij heeft toch ook twee legers? Eén eh, extern voor het buitenland en één voor hun eigen land de mensen. Nou ja, Hij moet, Ja, hij, moet, hij, moet, hij is een autocraat. Hij is een dictator. Hij is een onderdrukker. En dan moeten we nog een factor in schouw nemen. In de afgelopen tijd. Er zijn twee van de andere randrepublieken van de voormalige Sovjet-Unie, Kazachstan en Wit-Rusland, daar hebben we ook het opmerkelijke verschijnsel gezien van een opstand van de burgers. En niet zomaar, niet een optochtje of zo. Dat viel allemaal erg mee. Dat heeft vaak weken geduurd. En de Russen moesten eraan te pas komen, om de, want die hebben de uitgebreide ervaringen met dit soort van zaken, om de zaken in elkaar te timmen. Uh, nu heeft hij dus de Oekraïne veroverd, of althans hij is bezig dat te doen. Dat zal in de Oekraïne ook, denk ik, leiden tot, tot allerlei vormen van burgerlijk verzet. Is Poetin in staat? Zou dat mijn telefoon zijn? Dan moet ik hem maar uitzetten. Ja, ik denk het wel. Ik, ja. want dat, ik, heb, ik krijg niks binnen. Dus ja, dit was een sms. Dan ben, dan ben ik het weer. Ja. Ook al een ramp met die telefoon. Ik dacht namelijk dat ik hem uitgezet had. Nee, maar zet hem even uit. Ja, ik zie het al, Poetin. Ja, die zit natuurlijk mee te luisteren. Dan zit hier in dit autootje, denk ik, allemaal afluisterapparatuur. Ja, die zit natuurlijk nu die het allemaal gehoord heeft, denkt hij, ik heb het toch verkeerd gedaan. Ja. Ik had er ja. beter over na moeten denken. Ja. Dat begrijp je. Um, ja, dus hij zit eigenlijk in al die randrepublieken waar hij zijn dus belangrijke rol heeft gespeeld in het onderdrukken van burgerprotesten. Kijk, burgerprotesten die zijn wel onderdrukbaar, maar daar zijn grenzen. Je kunt tenslotte niet duizenden mensen gaan doodschieten, dan, dan, dan is je dan, regime in zekere zin ook aan, aan sluitage onderhevig. Op een zodanige manier dat er waarschijnlijk een eind aan komt, hoewel je er heel ver mee komt. Dus dat heeft hij ook nog. En bezie ik het zo, dan is zijn, zijn positie in feite relatief instabiel. En het probleem met zo iemand als Poetin is natuurlijk dat hij het hele politieke en sociale apparaat van dat land. Versraald heeft, uitgekleed, dat heeft geen betekenis meer. Hij zelf kan daar ook geen beroep op doen. He? Mocht er ooit een soort burgeropstand tegen hem komen, of wellicht nog erger en nog bedreigender, een ander deel van die elite van dieven en moordenaars zeggen: Nou ja, die Poetin heeft het een beetje kwijt, die moeten we, daar moeten we iets aan doen. Dat gebeurt vaak in dit type van landen. Dan heeft hij, kan hij ook nergens een beroep op doen. Dat, of die dat overleeft, dat is zeer de vraag. Dat is even een reden dat deze lui eindeloos aan de macht willen blijven, omdat ze denken, ja, als het klaar is met de macht, dan is het meestal ook klaar met ons leven. Nou is Poetin nu geloof ik 69 of zo. Hij ziet er wel fief uit voor zijn, voor zijn leeftijd, dat wel. Maar ook die, ja, die lezing die hij die hield en zo, dat je denkt, ja, hij is het spoor wel een beetje bijster. Dus dat is ook kritiek het natuurlijk. Het maakte Albert Al op mij niet een erg rationele indruk. En daar ben ik in de fout gegaan natuurlijk. Ik dacht dat het uiteindelijk toch een proces zou zijn voor rationele overweging. Hmm. Maar hij voelt zich bedreigd door, door het, het Westen, door de NAVO. Hij voelt zich overal door bedreigd. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat zit is er altijd een, een heel slecht teken. Zit er een kern van waarheid in? Want de NAVO heeft natuurlijk, of de Amerikanen hebben, tussen neus en lippen doorgezegd... we gaan dat niet uitbreiden. Ja, dat is heel stom. Uh, dat is gesuggereerd in ieder geval. De Duitse onderhandelaars uh, uh, die hebben dat zeker ook gezegd. Kool uh, en zo. Uh, en dat, uh, dat op die belofte is men in zekere zin teruggekomen. De Amerikanen zeggen: uh, nou ja, we hebben dat in ieder geval, niet, wat we ook gezegd of gesuggereerd hebben, we hebben het nooit op papier gezet. Het is achteraf gezien, denk ik, een niet verstandige gang van zaken geweest. En wat ongelooflijk stom was... was dat die jonge Bush op een goed moment... onbewaakt moment... die had heel veel onbewaakte momenten... heeft gezegd van ja, Georgië en, en Oekraïne... kunnen ook best lid worden van de NATO. Ja, dat was natuurlijk tegen, volop tegen het zere been. En we weten hoe dat toen voor Georgië is afgelopen. En nu loopt dat op dezelfde manier af voor de Oekraïne. Hmm, ja. eh, dat wil niet zeggen dat, dat dit op zichzelf een, een, een he, gezien de ontwikkelingen een propositie is waarmee eh, Poetin blij zou moeten zijn. He, deze, deze hele reactie in feite uit, uit paranoia in de breedste zin van het woord is naar mijn gevoel niet verstandig. Anderzijds moet je nu zeggen: nou ja, misschien was het toen niet verstandig om die NATO uit te breiden, want dat heeft Rusland natuurlijk onzeker gemaakt of gezegd, ze hebben gezegd van ja wacht eens even, wij hebben onze posities prijsgegeven en daar hebben jullie geen rekening mee gehouden. Maar als ik nu in Estland zou wonen of in Letland of zelfs in Polen, dan zou ik denken, godzijdank zijn wij lid van de NATO geworden. Vanwege ja. artikel 5? Ja, want dit is natuurlijk een hele complexe, complexe situatie waarbij toen tot tijd was het niet verstandig. Die uitbreiding van de NATO, maar achteraf moet je zeggen. Hè? Wie weet als we, als we in een, op een ander moment Oekraïne lid hadden gemaakt van de NATO. Hè? Ja, maar dat roept natuurlijk wel de vraag op Finland en Zweden, die geen lid zijn, moeten die zich zorgen maken? Ja, daar zou ik zeggen van niet. Maar goed, ik woon niet in Finland of in Zweden. Maar ik denk dat het niet handig is om die. Kijk, die lui die uh, werken al heel intensief samen met de NATO. Dus ja, op zichzelf is het niet direct noodzakelijk. Rusland onder. heeft wel gewaarschuwd, hè? Van pas op. Ja, Rusland kan natuurlijk allerlei lui waarschuwen. Maar daar zijn de risico's. Als je daar de zaken aan zou pakken, zijn de risico's wel een stuk groter. Wat is het verschil dan? Ik, ik ga eruit vanuit dat bij een eventuele. Russische aanval op Finland, waarom zou die trouwens ondernomen worden, dat is niet helemaal duidelijk. Dat, dat het Westen zeker in beweging zou komen. Maar wacht even, waarom kon dit? Omdat de Oekraïne geen lid was van de NAVO. En naar het idee van Poetin, niet zozeer een bufferstaat, want... Ik denk dat iedereen wel ervan uitging dat de Oekraïne een soort bufferstaat was. Nee, Poetin was van mening: het is een onderdeel van Rusland en moet een onderdeel van Rusland worden. En daar had hij allerlei overwegingen voor, namelijk hè, historische overwegingen. En natuurlijk in, het, in zijn achterhoofd vanzelfsprekend de gedachte: ja, wacht nou eens even. Als die Oekraïne een bloeiende tent wordt, dan straalt dat natuurlijk hoogst ongelukkig af op die, op die schrale politiestaat die ik heb georganiseerd. En waar ik alleen mijn goede vrienden hè, eh, profijt van hebben en ikzelf. Ja. Kun je zeggen dan dat, uh, dat ons iets kwalijk uh, valt te nemen, uh, als we Westen zijnde en als NAVO zijnde? Nou ja, historisch kun je zeggen: hoe verstandig was het om in de latere jaren, de negentig en de vroege jaren van de nieuwe eeuw, die NATO uit te breiden? Dat hadden we misschien beter niet kunnen doen. Maar ondertussen is de situatie zo gedraaid dat dat eigenlijk niet bijster relevant meer is. En dat je nu zegt: nou ja, dat mogen zo zijn. Maar toch fijn dat we de NATO wel hebben uitgebreid, want dat geeft toch een soort van garantie. Al moet je natuurlijk zeggen dat zuivere strategische drie Baltische republieken natuurlijk niet te verdedigen zijn. Mm, ja. Ja, maar je kunt, wel, je kunt wel andere vormen van verdedigingsmechanieken proberen te bedenken. Ja, vrees je nog voor die Baltische staat? Nee, dat vrees ik eigenlijk. Maar er ligt niet ook een stukje. Uh, ja, Rusisch is, is moet hij deze zaak tot een goed einde zien te brengen. Dat moet gestabiliseerd worden als hij daar al in zal slagen. Want kijk, misschien moeten we ook een leuk overzichtje maken van interventiepolitiek van de afgelopen 20, 30 jaar. Ik zat nog te bedenken: wat is nou de meest effectieve interventieaanval ooit geweest? Dat zijn de Duitsers op Frankrijk. In mei-juni-dagen van 1940, niet waar, wanneer ze als een warm mes door de boter in drie weken, niet waar, van de Franse grens naar de Noordzeekust lopen. Nou, lopen is misschien niet het juiste woord, maar dat ging wel erg makkelijk en, en, en snel allemaal. En nou ja, tel er vier jaar bij op. En wat zie je dan? Dat halen hier de landen op de Normandische stranden. En dat het eigenlijk binnen een jaar is afgelopen met Nazi-Duitsland. Laten we Irak, he, God, dat was ook wat een interessante, dominante, indrukwekkende vertoning. Je weet nog dat dat beeld omver gehaald werd van, van Saddam Hussein ja. op dat plein in Bagdad en zo. Nou ja, we weten hoe dat afgelopen is, waar slecht. En ja, je durft het nauwelijks te zeggen in dit verband. Afghanistan, he, waar de Russen natuurlijk een ongekende, echt beschadigende zeepart hebben gehaald in de tijd. He, toen ze daarin in, wanneer was het 81 of zo geïnterveneerd hebben. En ja, de Amerikanen hebben het er niet veel beter van terechtgebracht, moet je constateren. Dus interventiepolitiek, dat is. Kijk, op het moment dat je eraan begint. Niet waar lijkt het allemaal enorm indrukwekkend? En ja, goed, het tragiek is natuurlijk dat uh, Oekraïne geen luchtmacht heeft. En voor zover ze een heel klein beetje luchtmacht of luchtverdediging hadden, is het uitgeschakeld. En in de moderne oorlog is het knap lastig om zonder luchtmacht uh, steun, zonder luchtsteun te vechten. Dus ja, dat lijkt er nu allemaal heel gunstig uit te zien voor uh, het Russische leger. Ook wel, we ook dat nog moeten afwachten. Maar hoe ziet het er over vier jaar uit? Dat zou ik graag willen weten. Je kunt het spel beginnen, maar het beginspel is makkelijk. Het pionnetje naar voren en zo. Maar het eindspel, het eindspel is complex. En het eindspel, bij al die interventies die ik genoemd heb, is totaal mislukt. Het heeft enorme schade toegebracht aan de intervenierders. En ik, ik acht het zeer wel mogelijk dat dat nu weer zal gebeuren. Het is nogal een interventie in een heel groot land met aanzienlijke mogelijkheden, met een relatief hoog opgeleide bevolking. Ik wil nog wel eens weten of het goed afloopt. Wat zou Putin dus ga kunnen? ik mijn excuses aanbieden aan al die critici. Nee, denkt u er zelf eens wat beter over na. Hè? In plaats van allerlei gemakzuchtige gelul te vertonen. Wat zou Poetin kunnen stoppen? Nou ja, zoals iemand heel treffend zei, kan hij niet dood. Ja, dat is dan inderdaad een hele fijne oplossing. En dan is het denk ik ook wel eens een beetje afgelopen. Maar dat is waarschijnlijk niet wat gaat gebeuren. Um, ik heb geen idee. Voorlopig staat hij op winst. Maar je moet dat anders beoordelen. Je moet het beoordelen over de komende vijf tot tien jaar. En dan betwijfel ik in hoge mate of die op winst staat. Ik, ik geef geen cent voor de toekomst van de Russische Republiek. Het is een enorm land met een waardeloze bureaucratie, met een waardeloze economie, wat in feite leeft van de verkoop van grondstoffen. Ik ben daar niet zo enthousiast over. Maar wacht even, Westerse bedrijven die, die gaan maar dolgraag daar naartoe om zaken nee, te doen. Nee, dat al die doen ze helemaal niet. Aangezien als je daar succes hebt, wordt de boel afgepakt. Dus je weet, ja. denk aan de Shell. Ja, maar goed, er zijn er genoeg die daar toch deals hebben gesloten. Uh, Gasunie ja. met Gazprom, met Balkenende en Poetin op de achtergrond. Ja, ja zeker. En ook dat gasten hebben we nu spijt van. hè. Ik, nee, men is in het algemeen niet zo verschrikkelijk enthousiast over de vitaliteit van de Russische economie. Wat, wat ook vergeten wordt, is dat een, een aanzienlijke groep van hogescholen permanent verdwijnt uit Rusland. En je begrijpt wel, als je hogeschool bent, je kunt wat, wiskundige, natuurkundige, het kan van alles wezen. Het zullen geen historici zijn, neem ik, die massaal verdwijnen, maar goed... Eh, ja, je weet dat je in de rest van de wereld meer geld kunt verdienen, meer vrijheid geniet en een veel prettiger leven kunt leiden. Dus waarom zou je niet opkrassen? Ik denk dat als je het even na zou rekenen, dat er over de afgelopen twintig jaar miljoenen hogescholden zijn verdwenen. Problemen die zich altijd hebben voorgedaan in dit type van staten. Denk aan de DDR. Dan hoefde je alleen maar in Berlijn naar de andere kant te lopen en dan... Verdiende je vijf keer zoveel en mocht je zeggen wat je wilde. Ja, er zijn inderdaad verhalen van ondernemers die zeggen: Nou, het kan goed gaan met mijn bedrijf, maar het moet niet te goed gaan, want dan komen ze langs en dan pakken ze alles af. Zo is het maar net. Er zijn tal van voorbeelden van bekend. En als het maar heel goed gaat en nou ja, je denkt aan het bekende Shell-drama, waar ze gewoon gedwongen zijn, want ze hebben dan allerlei lullige technieken, dat je de belasting niet op tijd betaald hebt en maar dat soort van dingen, en dan worden de spullen afgepakt. Nee. Rusland is een land zonder toekomst. Maar goed, als je ergens anders... veel te groot, dat is het hoofdprobleem. Ja. Ja. Want laten we wel wezen, als je even het over de geopolitiek gaat, hè. wie het wereldeiland beheerste, die beheerste de wereld. Nou, dat hebben we gezien. Denk aan de Sovjet-Unie. Wat, wat een totale ingrijpende mislukking.